Hey, wat jammer joh, dat jullie er niet bij zijn, Lotte, bij de NK Allround. Keuzes gemaakt. Ja, helaas. Het was niet handig in het schema. Gewoon door eigenlijk alle wedstrijden die we gereden hebben al. En toch wel de focus op de 1000 en 1500 meter dit seizoen. Dus helaas. Het is een mooie wedstrijd. Maar, een moeilijke beslissing. We hebben het eigenlijk al een tijdje dat je het ziet aankomen. Dat je denkt van, het wordt wel één van de twee natuurlijk. En je hebt al wat langer op voorbereiden, maar het is wel jammer. Ja, het is moeilijke beslissing. Het is altijd jammer dat je zo'n toernooi niet mag rijden. En dus ook de EK in Heerenveen niet kan, nou kunnen rijden. Ja, het is wel jammer. Ik kan mijn titel niet verdedigen. Dat vind ik wel toch nu wel heel raar. Dat je dan zit en iedereen is voorbereid op de NK en ik doe niet mee. Wel een apart gevoel. Ik vind het ook wel heel jammer eigenlijk. Alsnog niet even nog meedoen? Ja, ik ben heel afgemeld. Ik had er wel heel graag mee willen doen, maar het is gewoon een beetje te veel als ik alles zou willen rijden. Ik denk dat het wel beter is. Dit is de prullenbak naast de trainerstunnel, waar even niemand uitkomt. Maar naast de prullenbak, de vaste stek, Diana Valkenburg. Je bent er weer bij. Ben je er weer bij? Ja, joh, niemand wil op deze plek zitten, maar ik snap het niet. Ik ben wel wat verkouden, misschien liggen daaraan, maar ik zit hier prima. Ronald bel, ik zeg, heb je al ijs onder mijn schaats gezet? Ja, hij was heel anders, veel dunner en zo. Helemaal. Ja. Anouk en Marije, hebben jullie het nou over dromen? Ja, ja. Jullie hebben raar gedroomd? Ja, dat heb je wel eens, hè, zo'n paar dagen voor de wedstrijd. Ja. Die dromen gingen niet over de wedstrijd zelf? Nee, ik had ineens onder mijn ene schaats een ander ijzer zitten. Ja, hoe ik erbij kon, weet ik niet, maar... Ja, dat is toch een beetje vreemd. Hey, hoeveel dames van Corendon gaan meedoen om de strijd om de allround tickets? Vier. Zo? Ja, we zijn met vieren. Zo. En dan zou ik zeggen 50% moet ik kunnen halen. Sorry? Dan zou ik zeggen 50% moet ik kunnen halen. Ja, dat is ook wel de bedoeling, ja. Daar gaan we natuurlijk wel voor. Ja. Van die 50% hoort Marije natuurlijk ook bij. Wat heb jij voor rare droom gehad? Hey. Ik ging nog even een wedstrijdje rijden. Een 1000 meter. Waar? Hier. Trainingswedstrijdje, dat ging echt supergoed. Ja, je reed 1:15 blank? Nee. Ik reed net geen PR, dus dat... Hey, voor jou, voor iedereen belangrijk, maar jij zet echt in op die EK Allround in Heerenveen ook, hè? Is dat zo? Dat denk ik zomaar. Ja, schat ik in. Nee, het zou hartstikke mooi zijn als ik dat kan redden natuurlijk, als ik dat kan halen. Dan in een vol T of een EK rijden, volgens mij is er niks moois. Ja, een WK misschien. Natasja Roes, het EK Allround verdient een deelnemer zoals jij. Want jij bent vorig jaar, heb je een 10 kilometer op buitenijs gereden. Als een van de twee dames, de enige twee van Nederland. Ja, dat klopt. Vorig jaar een 10 kilometer op buitenijs en nu EK Allround binnen. Is dit veel beter of is een 10 kilometer buitenijs wel even leuker? Nou, 10 kilometer buitenijs blijft ook wel leuk, maar dat was voor één keer leuk. En niet nog een keer, denk ik. Ben je weken kapot geweest? Ja. Maar de pannenkoek hebben geholpen, dus. Ik heb al een poos geen 500 gereden. Maar in het voorseizoen liep die eigenlijk ook hartstikke goed. Ik moet maar zien hoe die nu loopt. Oh, 39 laag. Dat lijkt me heel sterk. 40 maar... laag dan? Dat zou geen 41 laag. Dat zou niet zo mooi zijn. Nee, ik moet gewoon... Vier strakke races rijden en dan gewoon goed schaatsen en dan wordt het leuk.